Ik denk dat ik misschien toch wel pak op een andere manier dan... want pak is voor mij in eerste instantie een zwart bewuste strijder. Snap je? Juist. Die zijn muziek gebruikte om zijn mensen te bevrijden. Maar die tegelijkertijd ook zijn muziek gebruikt als uitlaatklep. En veel mensen houden van die pak-uitlaatklep. Die hit-em-up pak. Juist. En dat is voor mij eigenlijk een beetje meer de destructieve pak. Klopt. Dat is de pak die eigenlijk zorgt voor black-on-black crime en dat soort onzin. Snap je? Terwijl ik hou van de white man's world pak. Juist. De pak die bewust maakt. De pak van de interviews. Juist. Begrijp je? Dus, leg ze uit, man, broeder. Want dit is wel die... Dit is die tweesplitsing. Die two van die pak. Dit is die twee van die pak. Zeker. En dat is een, weet je, als ik denk aan Tupac, denk ik aan... Ik bedoel, is ook een beetje de ironie van het leven. Aan de ene kant streed hij heel erg ergens voor en ergens tegen. En aan de andere kant droeg hij daaraan bij. Show voor abonneer. Strijd behoud met meneer. Love but yes! Live vanuit de Akhnaton. Once again, speciale gasten in de building. Rakka! We hebben Kunta, we hebben Shockwave in de building. Er staan geen vliegen te vangen, maar G. Yes sir, we back at it. The revolution is right here. Don't the boss will lick, my beep around CDP. Represent down to me barrio, the damn scotta kele. No beep a stroba DD, keke mani pele. E daqui na candela, seta amansende. El maestro, shock so boca da blast nitro. Campeão sound, high tech beat, mucho high poco fruz. E mami na taqueda exclama, I know, I know, I know, I know. Sibo fiesta muri nossa reaniman. Gotap que é Taliban riba raga. E dança lá chega no momento crítico. Lírico furioso, wak me losso blow. Es unido bom duro duro, wak me rock puro puro. Isla lange riba e isla bow. Movesjon de crowd, foi Holanda te Curaçao. Big up, clapa bounce, 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 bounce. Yes sir, make some noise, but make Shockwave in the building. Er staan geen vliegen te vangen, maar G. Geen vliegen, geen mosquitoes, none of that shit. Amsterdam City, stand up, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, listen. Yo, we got this shit on lock, man. We got it on lock, homie. Listen, listen. I'm boogie rapper, Don transform like Megatron. Nigga, you get your top blown. Don't you ask for boogie on? No, I'm not stoned. You're supercharged up ever since I got home. I'm rather in jail than have you piss on my pride. The hell with a squad, I'd rather have a bad chick on my side. Use a dummy if you think you're getting something from me. Cause love and niggas don't mix, only respect and money. Look, this is how the boss do. You double cross Duke, I've lost two proper bills, I'll exhaust you. No time for slow grind, old niggas that's so blind they can tell the difference between business and showtime. Yeah! All the shit about all my niggas. Ik ben zo Ik werd zo agressief, bro. Ik kom nergens meer uit mijn woorden, man, bro. Ja, lekker, man, lekker. Yeah, gotta keep moving. Hey, bro, ik denk dat we deze overnieuw moeten doen, man. Nee, maar is goed, man. Het is real. Want ik ging gewoon... Hij is wel real zo, man. Want ik ging gewoon in die boos... Ik was boos, bro. Maar het is real, man. Maar dat voel je toch, die emotie die zit erin, kill. Dat is gewoon real, man. Oké, en ik ben altijd die type dude die zegt van nee, maar we laten alles staan. Dus we laten het gewoon staan, man. Weet toch? Dan gaan we toch nog even andere first erbij moeten knallen of zo. Weet toch wat? Uitzeken no else, man. Hij moet eruit, man. Hij moet eruit, man. I've been around the block, boogie stayed out of town a lot. Getting ready for war, grind 24/7 around the clock. Came back with slugs and steroids that never miss. Only the point, but what's the point if you never miss? Stacked a little, some elastic in the middle. Flip bursts at the planes to hide a mysterious riddle. Game plan is smarter than when the first begun to blow. Victories my habits still make it look like a wonder. Yo, you can tell I had a master plan. Now my city point, that's the man, the king of rap in Amsterdam. Blast your clan faster than a Taliban in Pakistan. And had your boy running for his freedom like he Mexican. Now, some of my bang, who wanted with me? No make it god, yeah, the soul. Flat fam, Uncle Dickie. I hit you with a thunder jab and drop you and your career, homie. Ain't no coming back. Wow. Shit, in the building. Yes, sir. Ja, man. We moesten hem even eruit gooien, ja, bro. Ja, lekker, man. Ja, man. Man, oh my god, man. Ik ben gewoon nog steeds boos dat ik gewoon tript over die eerste first. Don't worry about that shit, man. That's freestyle, baby. It's life, man. It's life. Ben Astrog is successful. Hey, bedoel, you got a big ass track record, dus, you know what I mean? People already know you can flow, so... Ja, dat sowieso, man. Je bent altijd boos, ik was boos. Ah, wat alleen maar bozer. Shit! In the building! Bros, ik ben blij dat jullie er zijn. Mensen die niet weten, je moet je diep schamen. Dit is Shockwave. Thank you for having me, man. Ja, man. Voormalig member vroeger van de Zombie Squad uit Groningen. Yes, yes. Don't get it twisted. Zombie Squad. En aan deze zijde heb ik ik vind hem een hele belangrijke broeder. Mm-hmm. Ik ben blij dat hij bij mij aan tafel zit. Kunta, een van de firestarters van de revolutie tegen onrechtvaardigheid in Nederland. En het verspreidt zich internationaal, all over the globe. Ja. Het is een eer voor mij hier te mogen zitten bij jou, broeder. Je bent een... ik denk dat mensen je waarde niet beseffen. Ik besef hem wel. Ja, appreciate it, man, broer. Love. En mijn andere broeder hier ook. Ik bedoel... Yes, sir. Is niet alleen artiest, deze man. Want Curaçao, die represent vandaag weer. Want vorige week in de uitzending hadden we DJ Moortje en MC Pastor de Boblin Master. Wil je ruzie met je familie? Ja, trouw met mij. Ja, Pastor is, hij is die legend. Ja, sowieso. Hij is echt sowieso die Curaçao. En allemaal revolutionairs op hun eigen manier. Ja, man. 100% zeker. Ja, man, bro. En weet je wat zo tof was? Poedie was ook hier, Poedie on the beat. En je weet toch, het is zo dope. Het was echt een hele dope episode, want je had oud en nieuw. Ja, je weet toch, nice. En die brug werd gewoon geslagen. Je weet toch, en... Para, man. That's love, man. Ik was echt, je weet toch, heel erg enthousiast dat ze er waren gewoon. En nu in het verlengde van Corso, die represent, zitten jullie nu hier. Ja, andere lichting. Ja, man. Ja, thanks, man. Thanks. Ja, man, bro. Ja, heel dope, man. We zijn vereerd om hier te zijn, man. Ja, man. You know. Bro, sowieso, voordat we verder gaan. MC Shockwave. Yes. Take us back, take us back, take us back. Way back, way How back. You started out as MC Shockwave, my nigga, take us back. Okay, I have to take you back to 1984. Wow. Ja, man, ik ga helemaal terug naar het begin dan. Dus voor mij, hoe het, zeg maar, hiphop voor mij is begonnen, is heel simpel. Ik was vijf jaar of 6 jaar, ben ik samen met mijn moeder naar New York gegaan om een familie te bezoeken. We zijn daar een tijdje gebleven. En op een gegeven moment, mijn neven, die zeiden van, hey boy, kom mee naar buiten. Dus ik ging met ze mee naar buiten en ik zag boys iets geks doen buiten op straat. Breakdance. Maar ja, ik kom uit Nederland, I don't know what the fuck's going on. Maar ik zag die shit, vanaf dat moment had ik zoiets van, dat wil ik doen. Dit is my shit. Yes. En zo ben ik in die cultuur gerold en ben ik gaan schrijven, alles meerappen. Je weet zelf hoe je vroeger was, je hoort Run DMC, Grandmaster Flash, je gotta memorize all these lyrics, je weet toch? Dat je alles gewoon kan naspitten, LL Cool J. Dus zo is voor mij eigenlijk de start begonnen. En ik ben zeg maar, ik denk op mijn 14e, 15e ben ik zeg maar serieus gaan dansen. Want dat was mijn shit, ik wilde danser worden, toch? Juist. En doordat ik toen op ben gepikt door de andere boys van de Zombie Squad, want die groep bestond al. En uit wie bestond die groep toen? Wow, ja, we hadden een groep van ongeveer 35 man. Ja, Zombie Squad, daarom heet het ook Squad. Want het is echt 35 man diep ongeveer. Juist, hè? Dus, maar de voorgrond peoples waren Sherlock? Ja. Mad Pat was de producer. Juist. En op een gegeven moment was ik ook rapper. Ik ben begonnen als danser, maar op een gegeven moment ging ik meer rappen. En toen waren Sherlock en ik zeg maar de twee frontmen in de rap, in het rapgedeelte. En dan hadden we zeg maar de twee DJ's, DJ Freeze en DJ Nash. Rest in peace, my nigga Nash. He didn't make it. Maar ja, sowieso is het. Het was eigenlijk, Zombie Squad was een verzameling van rapgroepen die in Groningen waren. En toen hebben ze gezegd, hey, let's get this shit together, zodat we join forces, zodat we sterker staan samen. Juist. Dus ja, Sherlock kan je dat verhaal eigenlijk beter nog uitleggen. Want hij was daar echt van het begin erbij. Juist, want Sherlock, Sherlock was een van die eerste dudes, hiphop eerste uur, die niet necessarily op de voorgrond wou treden als een rapartiest, maar die vooral het zakelijke heel erg interessant vond. En hij was die dude die al geld uit de potjes kon trekken bij gemeentes, bro. Hij was al out there. Toen niemand dat nog deed. Hij was al daar. Dus hij die business mind had hij al. Hij had hem al, bro. Je weet toch, en hij is nu eigenlijk uitgegroeid tot eigenlijk een hele sterke business dude. Wat hij ermee doet, ik weet niet precies waarmee hij allemaal bezig is, nu de dag van vandaag, maar... Politiek, man. Hij is met politiek bezig, Zie je? Hij is die enge dude. Hij is die guy. Hij weet die shit, weet je. Ja, man. Dope, man. Dope. Dus dat is wel nice. En uit die kamp kwam uiteindelijk ook Thea. Ja, ja, Thea van Seijen, Tyra, ja, en klopt. Binnenkort gaat ze ook komen hier bij de podcast. Ah, dope. Thea van Seijen, people don't know, ja, ging uiteindelijk naar L.A. in de States. En daar ging ze ophoeken met Dario van Stetsonic. En toen kwam ze bij Wu-Tang, de RZA, in de studio. En toen ging ze al die hooks zingen voor Wu-Tang. Ja, oh, ja. Ja. Maar dat gaan we allemaal nog eventjes grondig, je weet toch? Ja, even induiken wanneer ze hier terechtkomt, je weet toch? Dat, maar dat is dope inderdaad, weet je. Als je terugkijkt, niet alleen naar onze squad, maar als ik ook kijk naar gewoon boys als jij en mensen die uit de scene zijn gegroeid. Juist. Zie je nu dingen op televisie doen, je ziet mensen in de entertainment achter de schermen werken. Dus ik denk dat wij allemaal op zijn gegroeid met hiphop. Dat heeft ons op een gegeven moment volwassen gemaakt. Juist. En daarmee zijn we verder kunnen gaan groeien in allerlei facetten van het leven, zeg maar. Ja, maar het heeft jullie niet alleen volwassen gemaakt, het heeft ook de scene. Ja, het heeft het fundament gelegd voor het volwassen worden van de scene. Ja. Snap je dat het nu echt ik bedoel, voor ons is het altijd iets volwaardigs. Ja, het is in de hart en in de soul. Maar dat gewoon als een volwaardige scene waar mensen gewoon goed van kunnen leven. Ja. Ik denk dat jullie daar best wel een aandeel in hebben gehad. Man. Ja, dat was ook de struggle, dat weet jij ook. Dat was de struggle. Vroeger was hiphop. We hadden natuurlijk in Nederland een hiphop scene. Yes. Iedereen representeerde zijn eigen stad. Wij Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, maakt niet uit. Maar op een gegeven moment inderdaad was het wel zo dat je ging naar een hiphop jam zoals B-Boy Extravaganza. In Paradiso. En je ontmoette iedereen daar. Er kwamen boys uit Limburg, er kwamen boys uit Eindhoven, er kwamen boys uit Rotterdam. Dus iedereen was daar samen. Een soort centrale sport. Ja, ja, en dat is eigenlijk het enige wat ik heel erg mis. Weet je. Maar ja, everybody move on. But you know, dat vond ik zo dope. Weet je. Dat je echt weer... Ja, het was een soort family, man. Een soort hip-hop family eigenlijk, zo kan je het zeggen. Echt een gemeenschap. Het was een community. Ja, dat woord zocht ik. En weet je wat zo dope is? Is dat wij zaten een soort van in die hip-hop chamber. Ja. Maar onze broeder hier... Ja. Die heb ik eigenlijk anders zien bewegen. Maar vergis je niet, hè? Ik was rapper, hè, toen ik 11 was. Hey, wat is dat? Wat is dat? Ik ben volgens mij een klein beetje jonger als jullie, weet ik niet zeker, maar doet er ook niet. Ja, het zou best wel kunnen, ja. Weet je wel, ik bedoel, hip-hop, rap, dat is waar ik ben. Ik ben daarmee opgegroeid, man. Ja. En vooral Pak, man. Ja, tuurlijk. Niet alleen Pak, natuurlijk van alles, maar vooral Pak was degene die mij het meeste... Pakte, letterlijk. Pakte sowieso iedereen van jouw generatie, bro. Want iedereen die hier aan tafel is geweest, is dat... Ja, nee, maar Pak, maar kijk hem getatoeëerd. Nee, Pak, maar kijk hem getatoeëerd. Ja, maar ze zijn echt in die Pak. Ja. Ik denk dat ik misschien toch wel Pak op een andere manier dan... want Pak is voor mij in eerste instantie een zwart bewuste strijder. Snap je? Juist. Die zijn muziek gebruikte... Juist. Om zijn mensen te bevrijden, maar die tegelijkertijd ook zijn muziek gebruikt als uitlaatklep. Juist. En veel mensen houden van die Pak uitlaatklep, die hit-em-up Pak. Juist. En dat is voor mij eigenlijk een beetje meer de destructieve Pak. Klopt. Dat is de Pak die eigenlijk zorgt voor black-on-black crime en dat soort onzin, snap je? Terwijl ik hou van de white man's world Pak. Juist. De Pak die bewust maakt, de Pak van de interviews. Juist. Begrijp je? Dus, leg ze uit, man, broeder, want dit is wel die tweesplitsing. Die two van die Pak. Dit is die twee van die Pak. Zeker. En dat is weet je, als ik denk aan Tupac, denk ik aan... Ik bedoel, is ook een beetje de ironie van het leven. Aan de ene kant streed hij heel erg ergens voor en ergens tegen. En aan de andere kant droeg hij daaraan bij. Ja. Snap je? En dat is vaak een soort dilemma waar je in zit als je uit bepaalde kansarme omgevingen komt. Ja. Dus aan de ene kant, je bent zo hard aan het vechten om eruit te komen. Maar tegelijkertijd trek je jezelf soms een beetje erin. Hé, broeder, nu kaart je iets aan. Ja. Diep. Ik heb daar vaak ook over nagedacht. Betreffende mezelf. Want aan de ene kant deel ik en spread ik knowledge. En aan de andere kant draag ik bij aan het instand houden van een bepaald beeld. Alleen ben ik van mening, en ik kan het helemaal verkeerd hebben. Want ik ben maar mens. Wij allemaal. Dus we hebben onze tekortkoming. Maar ik ben van mening dat het communiceren in de taal van het negatieve, voor het negatieve, althans die beeldvorming krijgt men over die groepering, ben ik wel in staat om hun te bereiken. Zodat wanneer ik een keertje knowledge drop, het ook op die plek terechtkomt waar het normaal gesproken niet terecht zou komen. Want geen priester, geen imam gaat daar naartoe. Ja, het is een beetje als wanneer je... Een beetje Biggie. Als je wil dat Als je een gesprek wilt aangaan met een junkie of hem wilt afhelpen van zijn drugsverslaving, moet je hem vaak eens drugs geven. Snap je? Want anders luistert hij niet naar je. Dus je geeft hem eens en hij denkt van, hé, dan komt hij voor die volgende hit en die volgende shot. Zeg je, broer, we moeten praten. Zoiets. En dingen, en Frisco, ik had ooit... Vroeger had ik allemaal van die profielen op Party Peeps en zo. Oh ja. Ik was jong, ik was radicaal. Ik had Marcus Garvey. En ik had er een stuk of 6, 7, 8, want ik ging altijd discussiëren op dat forum. I remember that. Ja, Malcolm X. Ik had 1 profiel, Malcolm X. Eentje The Eng, eentje Black Power, eentje Afrika United. En ik weet, als ik te radicaal was op dat forum, dan werd hij geblokt. Maar dan had ik een ander already, weet je. Ja. En ik weet dat ik ook op huis, en een keer had ik een bericht gestuurd naar Frisco. Misschien weet hij dat niet, weet je. Als hij dat ziet, dan denk ik, oh, jij bent die kloot. Ik denk, wanneer was Hives? Ja, dat was na Party Peeps eigenlijk. Dus ik denk 2008 begon het een beetje, geloof ik. Nee, of iets eerder, maar zelfs. Eerder, 2007? Ja. 6. Nee, was wel eerder hoor. Ja, want jij was meer up-to-date met die, websites Party Peeps. Ja. Ik werkte voor Party Peeps, ik was de guy die daar ook achter de schermen sales deed. Dus jij blokkeerde me zwaar? Ik heb je geblokkeerd, sorry. Nee, dat waren de moderators. Oh ja, ja. Dus nu we beginnen voor dat. Maar check dan, maar hou dat punt van die Party Peeps. We gaan even straks even wat inhoudelijker daarover praten. Dat is goed, man. Maak je punt verder, broer. Ja, en zet gevreesd van, wanneer ga jij wat doen tegen racisme? Sta je op voor je mensen en zeg je iets van Zwarte Piet. Of mag je niet van je meester Kees, zei ik tegen hem. Dus hij stuurt... En hij stuurt terug, ik mag niet van je moeder. Ik had die niet verwacht, real talk. Oké, nou, maar heb je gangster, heb je breed geconfronteerd? Dus ik zeg, waarom reageer je zo gepikeerd? In andere woorden zei ik, waarom reageer je zo gepikeerd? Weet je? Je doet toch niks? Ja. Hij zegt, ik mag niet van je moeder. Hij zei nog een keer, ik mag niet van je moeder. En ik lees hem zo, ik weet niet hoe die het zei, maar zo kom je op binnen, je moeder. Ja, je moeder. Dan ging ik op een andere, want ik had niet verwacht dat hij zou reageren, ging ik op een andere wijze, weet je... je weet toch, Willy Lynch letter en How to Make a Slave en blablabla. En toen reageerde hij heel serieus. Hij zei, hey, nu begin je over serieuze dingen als Willy Lynch, weet je. Daar moet je niet over beginnen, want het zijn serieuze dingen. En hij zei, weet je, toen op een gegeven moment, weet je, zie je het zo. Hij zegt, kijk, ik heb een nummer gemaakt, dat nummer heet Vrijheid. Dat is mijn 2005. Hij zegt, kijk hoeveel views ik daarop krijg. En kijk, dat doe ik iets zo stereotyperend als Gino Pietermaai destijds. Ja. En dat ging viral. Klopt. Snap je? Ja, man. Hij zegt dus, en werkelijk, als je check dat nummer op YouTube, Vrijheid gewoon, is een nummer gewoon full knowledge gewoon. Yes. Full knowledge. Ik heb het nooit gecheckt, maar ik ga het nu checken. Full knowledge, weet je. En zijn punt was dat, weet je, ik moet die onzin maken zodat mensen luisteren. Dat zegt ook in een van zijn nummers. Breng jullie maar wat de mensen willen horen, dan breng ik wat ze nodig hebben. Snap je? Dus hij probeerde die mensen eerst te grijpen met die onzin. Want wij mensen houden van onzin. En van daaruit, als je ze eenmaal als luisteraar heeft, dan probeert hij ze misschien lichtelijk hier en daar te injecteren met wat knowledge. Ja, man. Is dus eigenlijk hetzelfde systeem wat ik net omschreef. Dat is die shock, hè? Ja, man. Ja, wij deden het ook. Met Zombie Squad deden we het in Duitsland. Want in die tijd, in het begin jaren 90, was er veel neonazisme. En, zwaar, hè? Ja, en wij waren best wel radicaal, weet je. Dus hetzelfde hoe jij radicaal was in die scene, waren wij heel radicaal tegen, tegen die fascisme, weet je. Juist. Omdat met Zombie Squad toerden we toen al door heel Europa heen. Kan je dan misschien even, voordat je dat verhaal verder vertelt, even een kleine beknopte schets geven hoe het klimaat was toen in die tijd in Groningen, met die neonazi-achtige vibe? Ja. Nou ja, in Groningen zelf hadden we niet echt zulke problemen. Maar je zag wel, het borrelde gewoon net als nu, zeg maar, dat er veel vluchtelingen zijn. En in die tijd waren het, geloof ik, Ethiopiërs. Het was in Ethiopië heel slecht. Dus er kwamen heel veel vluchtelingen vanuit verschillende landen. Dus je merkte dat als je ging toeren, en dan voornamelijk in Duitsland, en dan eigenlijk meer het oostgedeelte van Duitsland, daar merk je het echt heel erg. We hebben gewoon fitties gehad met skinheads en shit. Ja? En Noorwegen ook. We hebben in Noorwegen, ik weet het nog, een Sherlock hier zal zitten, hij zal lachen, want we hebben mannen een pak slaag gegeven daar. Ja? Skinheads, kale mannen met boots, alles, ze kwamen lullen. Ja, sorry, weet je. Snap je? En we hadden dus ook veel pokoes. Aiming at Nazis was één nummer. Ah. Ik had een track Sons of Hitler. Ja? Gooi een stukje. Zo lang geleden, man. Je praat over 94, broer. Maakt niet uit, man. Je moet wat weten. Was, ja, het was in ieder geval... ik geloof dat de chorus iets was met... You're a son of Hitler. The sons of Hitler. Don't turn around because you might get shot. Weet je, dat soort lyrics waren het. Ja. Heel zwaar. En zeg maar, onze manier om het Duitse publiek voor ons te winnen... was... we hadden, zeg maar, voordat we opkwamen... Dus de gordijnen dicht. Op een gegeven moment gingen de gordijnen open. En dan hadden we een heel groot hakenkruis van piepschuim. Rood. Op het podium. Bam. Alles was donker. Maar je zag gewoon die hakenkruis. In Duitsland, hè. In Duitsland. Dus die Duitsers werden helemaal gek van, what the fuck is dit? Ja. Die denken van, shit, ik ben op een hiphopfeest en ik zie een fucking hakenkruis hier. Wat gebeurt hier? En dan kwamen we met bivakmutsen en Mac Lights en shit, kwam het podium op. En sloegen we die hakenkruis kapot. En toen ging die crowd helemaal los. Want toen zagen ze, het is anti-nazi. Snap je? En zo hebben we heel veel love gekregen in Duitsland, man. Maar dat is wel... Dat is Sherlock's idee. Dat was Sherlock's idee. Ja. Snap wat ik je bedoel, bro? Deze man was op een andere level, man. Maar even terugkomend, hè, op de Tweede Wereldoorlog. Hè. Ik heb er wel eens over na zitten denken, weet je dat? En ik heb vaak, weet je, Afrikaanse mensen gesproken. Met heel veel kennis ook. En die zeiden van, wij hadden geen probleem met Hitler, man. Wij hadden geen probleem met hem. Oké, en hebben ze dat ook beargumenteerd? Of got some info why? Kijk, ik ga een gevoelig onderwerp aansnijden. Maar ja, weet je, dit is de podcast waar de straat met elkaar praat over alles wat ons aangaat. De doofpot. En we houden niks daar binnen verborgen. Maar wat ik weet, is dat zeg maar in de tijd van de Moren... bij het verraad, waardoor hun uiteindelijk weer terug zijn gaan trekken vanuit Europa naar Noord-Afrika en verder in Afrika. De Tuareg en Sahara en dat soort plekken meer. Hebben ze heel veel boeken met kennis achtergelaten. En ook heel veel was er gestolen. Ja. Dus volgens die lijn wordt er gezegd dat de Eerste en Tweede Wereldoorlogen zijn uitgebroken eigenlijk om de boeken des macht te verzamelen in zijn totaliteit, zodat men vanuit daar de kennis kon gebruiken om de wereld te regeren. Ja, dat is... Daarom zie je ook dat vanaf de Tweede Wereldoorlog de technologie heel erg omhoog schiet. Architectuur, alles schiet daar omhoog. Klopt. Omdat Hitler, die had ook heel veel wetenschappers vanuit Canada, allerlei delen van de wereld naar zich toe getrokken, die de boeken moesten ontcijferen van de moorden, man, bro. Ja. Niet alleen van de moorden. Hitler heeft een expeditiekampen laten opzetten en expedities laten uitvoeren door neonazies, geleerden. Die heeft hij overal toegestuurd naar de Himalaya-gebied, want ze zochten esoterische informatie. Maar die kennis komt weer uit de boeken van de moorden. Precies. Dus want ze hadden mensen nodig om het te vertalen vanuit het Arabisch naar westerse taal. En dat is heel moeilijk. En daarin heb je heel veel coderingen. Ik heb wel eens 2 van zulke boeken mogen zien, bro. Je gaat algebra zien daar op een heel hoog niveau. En allerlei soorten coderingen gekoppeld. Letters aan, numerieken. En bro, het gaat mad diep. Over allerlei wiskundige berekeningen. Hoe je bepaalde dingen tot stand kan laten komen. Al is het van architectuur tot technologie. Numerologie. Het ging heel ver. Dus ik wist gewoon voor mezelf van... Hey, je weet toch, die wereldmacht die hij aan het collecteren was, je weet toch, dat heeft zich plaats. Want al die landen die moesten submitten. Al die landen zijn leeggeroofd. Niet alleen van hun kunst, hè. Want kijk, in die kunst heeft ook een spoor van moorden. Want zonder de moorden kon er geen renaissance zijn hier in Europa. Period. Ja, de moorden zijn, voor de mensen die de moorden niet kennen, is een hele interessante geschiedenis. Waar je helemaal geen snars van over leert op school. Natuurlijk niet. Nee, dat gaat ze niet vertellen. Maar de moorden hebben beschaving geïntroduceerd hier in Europa. Juist. Als je naar Spanje gaat nog steeds, Sevilla, Alhambra heb je daar. Juist. Zie je prachtige moskeeën. En moorden waren hele rijk gepigmenteerde mensen. Juist. Islamitisch. Juist. Soms heb je nog steeds in onze cultuur verwijzingen naar de moorden. Juist. Bijvoorbeeld een moorkop. Juist. Weet je, het gebakje, de moorkop. Je ziet, het is een gebakje. De bovenkant is chocola, de moorkop. Maar daarbovenop zit er nog een beetje slagroom. Juist. Hè? Ja. En dat is allemaal symboliek, hè? Symboliek. Ook op school, vroeger leerden jullie moriaantjes, zo zwart als roet. Ja, toch? Ja, snap je? Dus de moren hebben echt een hele hoge mate van beschaving geïntroduceerd in Europa. Als je kijkt in, sterker nog, als je hier, hier in Amsterdam... Die grachtenpanden zijn allemaal door hun. Ja, als je hier in Amsterdam, de straat, hoe heet de straat van Bijenkorf? Daar die Damrak. Damrak. En je gaat zeg maar rechtdoor en op een gegeven moment aan je rechterhand kijk je omhoog. Juist. En dan zie je een zwarte man on top of that building. Juist. Met een soort kroon. Ja, en ja. Mensen hadden, weet je, daarom is het ook belangrijk om te beseffen dat de geschiedenis, Afrikaanse geschiedenis of geschiedenis van zwarte mensen, juist, niet begon bij de slavernij. Want als jouw collectieve geheugen reikt tot de slavernij, dan zie je een zwarte man op een gebouw in Nederland, denk je het is een slaaf. Dan heb je, als je verder gaat kijken, dan zal je beter weten en beseffen. En dat is, ze hebben daar een moor afgebeeld. En er waren ook, als je kijkt naar de beeldvorming over Afrikanen en over zwarte mensen, op een gegeven moment is dat heel stereotyp geworden, heel negatief, heel radicaal, heel primitief. Weet je, een beetje gewoon negatieve beeldvorming. Maar als je teruggaat, er was ooit een tentoonstelling in die kerk op de Dam, de nieuwe kerk volgens mij. Kerk, ja. En dan zie je hoe zwarte mensen voor slavernij en kolonisatie werden afgebeeld. En dat is altijd heel statig, snap je? En waaronder de moren, omdat de moren, er werd letterlijk opgekeken naar die moren. Dus als je, als je daar langs gaat, je gaat het niet zien, want vaak de grootste geheim uit de geschiedenis zijn verborgen onder onze neus. Want daar zoek je meestal niet. Nou, maar als je dan omhoog kijkt, zie je een prachtige zwarte man op dat gebouw. En dat is een moor. En dat was het huis van Bartholomeus de Moor. Zijn achternaam is de Moor. En daarom heeft hij een moor geplaatst op het gebouw. En die geschiedenis van die moor is heel interessant. Die connectie die jij maakt, heb ik nooit gemaakt. En ik heb daar niet de kennis van zoals jij hem nu brengt. Dus ik kan hem niet beamen. Maar dat neemt niet weg dat ik hem heel interessant vind. En dat neemt niet weg dat zelfs als je naar Spanje gaat, zo zie je nog steeds moren en veel van die wapens en die vlaggen. Maar ook in Scandinavische landen komt dat ook weer terug. Want het is niet alleen maar in Spanje. Want ze hebben heel Europa beschaving gebracht. Right. Dus we moeten ook beseffen dat plekken zoals Griekenland, Italië, Kroatië hebben allemaal dezelfde architectuur. We vinden het ook terug in Frankrijk. Je vindt het ook terug in België. En het bijzondere ook wat je aankaart bijvoorbeeld over die moorkoppen, heb je bijvoorbeeld ook in België, heb je de Congo-handjes. Congo-handjes. Weet je? Okay. En die Leonapart, of hoe heet die man ook weer? Leopold. Ja, Leopold. Koning Leopold III. Die heeft echt zo'n een statige beeld, weet je, daar. En een straat die vernoemd is naar hem in Antwerpen, je weet toch? En dan denk je bij jezelf, wauw, dan doen ze daar zo romantisch over, terwijl deze man heeft de meest gruweldaden verricht. Leopold was... Hitler was er niks bij, man. Was er niks bij, man. En dat geldt wel voor veel dictators. En daarom zeg ik, kan je nu begrijpen dat dan die Afrikaan kijkt naar Hitler en zegt van... Ja. We hadden geen probleem met hem. Ja. Weet je, omdat die Leopold heeft hem 10-keervoudig, je weet toch, overtroffen in alles wat hij heeft gedaan in Europa. Maar daar wordt niet zo over gesproken, snap je? Dat is een lot of pain. Ik vind het mooi dat deze dingen nu naar voren komen. Ik denk dat mensen die dit nu zien, want jullie geven mij nu ook veel nieuwe info. Ja, toch. Weet je, ik was er niet zo diep in dat moordenverhaal gedoken, maar ik vind het mooi om dit nu te weten. Man. Kijk, dat ding met Hitler en met de Tweede Wereldoorlog is de manier waarop we met onze geschiedenis omgaan, ik bedoel met onze geschiedenis, wereldgeschiedenis in zijn totaliteit, is vanuit een wit superieur perspectief. Tuurlijk. Er is één dominant verhaal. De witte mens staat centraal. Zelfs op het moment dat wij racisme bestrijden, het zij Zwarte Piet, het zij whatever, de witte mens staat centraal. Want als we over Zwarte Piet en je schuift aan tafel bij een van die talkshows, dan gaat het niet over de negatieve effecten van Zwarte Piet voor de benadeelden van racisme. Ja? Maar het gaat over, maar ik bedoel het niet zo en het was gewoon leuk. Ceremonie. Ik vind het gezellig. Dus het gaat om jou, zeg maar. Het is ziekelijk. Het is net alsof iemand een kind misbruikt, en we gaan het niet hebben over de negatieve gevolgen van het misbruik voor het kind, maar voor hoe moeilijk het moet zijn voor die pedofiel om geen kind meer te kunnen misbruiken. De dader. En dat is hoe wij omgaan met racisme, hoe wij omgaan met al die mechanismen, maar ook hoe wij omgaan met onze geschiedenis. Juist. Witte mensen zijn ervan overtuigd dat hetgeen wat hun overkomen is altijd het ergste is wat er op deze wereld is. Dus in dat opzicht kan ik die Afrikanen begrijpen. Wat ik bedoel, ik heb Afrikaanse broeders die zeggen van, hé, de Tweede Wereldoorlog is geen Tweede Wereldoorlog. was een Europese stammenoorlog. Er was een stam hier in Europa en eentje een paar daar verderop. Snap je wat ik bedoel? Natuurlijk, er kwam bauxiet vanuit Suriname. Juist. Weet je, dat was nodig. Juist. De steun vanuit Curaçao was nodig. Onze Marokkaanse en Algerijnse broeders was nodig. Die worden niet belicht. Daarom stonden wij ook 5, 6 jaar geleden. Ik weet niet hoe lang geleden. Ik was daarbij toch? Op de Dam? Ja toch, en opeens, ik draai me om, ik kijk naar achteren en toen werd die cameraman geëxecuteerd van jullie moesten weg. Shit, ik weet geen dat je erbij was. Man. Bro, tuurlijk maar bro, want we stonden met onze rug naar die Wilhelminus volkslied. Ja toch? Ja, en eigenlijk, we stonden daar zeg maar, om te laten zien dat wij het niet eens zijn met de manier waarop Nederland omgaat met zwarte mensen. Zowel als het gaat om de Tweede Wereldoorlog, kijk die hele herdenking, weet je, ik wil daar niet te diep op ingaan, maar... Die herdenking, de eerste herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog stonden niet stil bij het leed van de Joden. De eerste herdenkingen waren bedoeld om nationale trots te herstellen. Ja. Sterker nog, toen Joden aandacht vroegen voor hun leed binnen die herdenking en hun eigen herdenking organiseerden, werd die stopgezet door politie. In de beginjaren. Ja? Begrijp je? Dat heb ik niet geweten. Dus ze hebben gestreden. Dus de Joden die het slachtoffer waren, hebben gestreden om onderwerp te worden van die herdenking. Maar stop alsjeblieft precies daar. Je zegt de Joden die slachtoffer waren. Ja. Maar mijn opa heeft gevochten in de Tweede Wereldoorlog, bro. Hij heeft de brug van Nijmegen opgeblazen toen de Duitsers kwamen om Nederland, je weet toch, te infiltreren. Mm. Dus mijn opa was ook slachtoffer en hij is geen Jood. Mm. En mijn moeder moest schuilen in de kelder met mijn oma toen de Duitsers gingen marcheren door de straten uit angst voor dat ze misschien konden opgepakt worden, je weet toch? Ja. Maar die waren ook slachtoffer. En dus ik vind het altijd zo onterecht dat er maar één groepering is binnen de samenleving die zich alleen als slachtoffer profileert, terwijl de hele bevolking was slachtoffer. Hey. Eigenlijk van een stuk groot verraad afkomstig van de regering die opeens in Engeland zit en vanuit daar zijn mensen toespreken. Ja. Je weet toch? Kijk, wat belangrijk is om daarbij te beseffen, hè, is dat, en waarom ik het belangrijk vond om dat net te benoemen, van de Joodse slachtoffers, is omdat ze hebben gewoon echt letterlijk moeten vechten voor een plek op die herdenking. Waarbij je zou verwachten dat zij op zijn minst één van de groepen zouden zijn die centraal staan. Ja. Zelfs op dat moment was hun verhaal, hun perspectief, hun narratief niet van belang. En dat bedoel ik met het witte superioriteitscomplex. Het ging voor Nederland om het herstellen van die trots. Wat je nu ziet, ik bedoel, op een gegeven moment waren er ook, was er ook een protestactie van een groep homoseksuelen. Die zeiden van, hé, wacht even, wij werden ook afgeslacht en vergast omdat we homoseksueel waren. Er was één guy die ging gewoon die herdenking rushen. Ze hebben hem gearresteerd, broeia. Maar even later zag je wat, dat mensen gingen nadenken en dachten van, hé, weet je, dit klopt eigenlijk niet. Hoezo missen we zoveel groepen? En eigenlijk nu gebeurt ook weer hetzelfde. Toen wij op de Dam gingen staan, eigenlijk de bedoeling was, ik wou eigenlijk dat we zouden onze vuist omhoog doen bij het volkslied. Juist. Want toen ik eenmaal ging nadenken, dacht ik van, nee, wacht even. Ik ging nog even scherper nadenken. Ik dacht, weet je, misschien geen goed idee, want je weet, als je zo gaat doen, en je bent langzaam, dan maken die mannen hier een foto en ze framen je anders. Precies. Begrijp je? Of je doet zo, en ik weet nog, we stonden daar en ik keek op Magna Plaza. Allemaal op camera's, Paleis, camera's bro. Ik zag mannen zo staan. Ik dacht van oké. En we keken om ons heen. Overal zag je gewoon undercovers. Iedereen... ik heb nog nooit zoveel undercovers gezien als daar, bro. En weet je, ik bedoel, we komen aanlopen en zo zie je. Ja, man. We zijn met een groep van 10 zwarte mensen. 8 tot 10. Ik heb de beelden op mijn Instagram. Kunta we komen aan. En vanaf het moment dat we aankomen, ik zweer, je voelt gewoon een rare spanning. Iedereen is stil om ons heen. Gewoon al die mensen kijken ons aan van, wat gaat er gebeuren? Yeah. Met rugtas toch, want die apparatuur zit daarin toch? Daarin, die oordopjes, je weet toch? Hey, kom op man. Ja, ze hadden altijd dat rugtasje. Snap je? Uiteindelijk... Totaal niet opvallend. Nee, dus maar uiteindelijk zie je dat, dat soort acties wel... We hebben toen onze rug omgedraaid op een gegeven moment. Weet je, om te laten zien van, weet je, Nederland... Turn their back on us. So we turn our backs vanaf het moment dat ze ons tegenkwamen, ergens waar we vandaan kwamen, en we are turning our back on you. En toen hebben ze alsnog, ga je zien, hè, hebben ze hem gepakt. Dat filmpje, dat was Geen Stijl, of een van die programma's, heeft dat filmpje gepakt, heeft hem geknipt en geplakt, zodat het leek alsof we in die stilte onze rug om... Zelfs als we dat deden, Ga ik bedoel? Maar ze deden alsof we onze rug omdraaiden in die stilte. Om het te laten blijken dat we geen respect hebben voor de slachtoffers. Dat is zo, we stonden daar juist uit de respect voor die slachtoffers. Ja. Maar niet alleen jouw slachtoffers, maar alle slachtoffers. Want als, als ik je ga vertellen dat op een gegeven moment waren er... En dit is het laatste wat ik zeg over de Tweede Wereldoorlog. Om aan te geven dat zelfs op het moment dat Nederland geconfronteerd wordt met de racistische ideologieën van een Hitler, ja, zelfs dan... zijn zij niet in staat om hun eigen racistische aard een beetje te laten zakken. Wat gebeurde er? Op een gegeven moment riep Nederland op... hey, we hebben mensen nodig, weet je, we hebben Nederlanders nodig vanuit heel de wereld. Ja, kom terug, kom joinen. Je hebt Nederlands in Zuid-Afrika, Australië... Ja. Bijna geen gehoor, hè? Hollanders daar dachten we, hé, doei, ik ben safe. I'm good. Ja. Een groep van 400 Surinamers zegt op dat moment... hey, wij willen strijden voor ons moederland. Mm-hmm. Ja? Surinamers. Uit Suriname. Want viel toen nog onder de Nederlandse vlag. Wij willen strijden voor ons moederland. Wat zegt die premier, destijds de premier van Nederland, premier Gerbrandy? Hij zegt, weet je, we doen het niet. We nemen het niet om in de Prinses Irene Brigade. Omdat, en ik gebruik het N-woord zelf niet, maar voor dit geval... hij zegt, omdat de andere Nederlanders, en hij bedoelde eigenlijk een beetje de Zuid-Afrikaanse Nederlanders die terugkomen, zouden aanstoot kunnen nemen aan de huiskleur van deze negertjes. Ja, maar ze hadden apartheid in Zuid-Afrika, dus broer, dat snap ik wel. Maar hoor je wat hij zegt? Broer, deze mannen zeggen, we komen naar Nederland om te sterven voor jullie vrijheid. Yeah. En hij zegt van, nou, je bent zwart, kom maar niet vechten voor ons. Snap je? En vervolgens, wat doen ze vervolgens? Ze sturen ze wel richting Indonesië en laten ze dienen als kanonnenvoer om daar een andere koloniale oorlog voor ze uit te vechten. Ja. Maar ditzelfde hebben de Amerikanen ook gedaan met de African Americans. Ja, Vietnam. Ja, er is op Netflix volgens mij ook een docu daarover. En ik zag dus dat een maand geleden is een man die dus een African American... Hij had met zijn squad, hij heeft de Medal of Honor heeft hij nu gekregen. Eigenlijk had hij dus die al eerder verdiend, meteen na de Tweede Wereldoorlog. Maar zijn kapitein, een white man, die ging met de credit. Die ging er met de credits vandoor. Die zei van ja, nee, maar hij deed het. Terwijl die man juist weg was gerend en in een hoekje ging zitten huilen. Heeft hij die hele squad heeft hij geleid. Ze hebben uiteindelijk, heeft hij echt heel dappere dingen heeft hij gedaan. Ja, maar hij heeft er 50 jaar op moeten wachten, op die Medal of Honor. Weet je, in Amerika, ik bedoel, Amerika is something else, begrijp ik. Bedoel, want je ziet... Wat is the same principle? Ja, hetzelfde principle. Tegelijkertijd, maar tegelijkertijd ook is weer... Ja, same principle. Ik bedoel, laten we niet vergeten, hè. Amerika is voor een groot gedeelte een Nederlandse constructie, juist, Nederlandse oprichting. Juist, nou, ik bedoel, niet voor niks praten over Haarlem en Harlem. Brooklyn. Harlem en Breukelen. Bronx. Snap je? Jonkers. Jonkers. BV. Snap je? Soms, hey, broeders, even serieus zijn. Soms, wacht, mijn hoofd is nu al weer Soms, als ik die achternamen soms zie, en ook van Surinaamse achternamen, waarvan ik weet, hé, is, jij toch, een nageslacht van een generatie die hun ooit eens heeft gekocht en die achternaam geven. Ja. Soms wil ik gewoon wel eens gewoon als deurwaarder gewoon bij die grootgrondbezitters, weet toch, in het oosten van het land en bepaalde delen gewoon even collecteren, man, voor de welvaart waarmee zij zich hebben weten te verrijken door deze gratis arbeid en onderdrukking. Mijn hoofd werkt soms zo. Ik zeg je echt eerlijk. Omdat je hoofd is gevuld met de geest van eerlijkheid en rechtvaardigheid, snap je? Ja. En ik bedoel... Eigenlijk snijd je direct een ander topic aan. En dat is herstel en reparaties. Ja, herstelbetaling en reparaties. Inderdaad. En ik zie veel mensen komen op tv, op nieuws. En ook veel zwarte mensen die... Ja, het hoeft niet, weet je. Ik hoef die excuses niet. En denk van... Shut up. Ja, die excuses zou wel heel fijn zijn. Shut up. Ja, want vaak als we praten, zijn we ons niet bewust van wat we zeggen. Begrijp je? Juist. En je moet je ook bewust zijn van wat je zegt op welk moment. Want als je dat niet bent, dan zeg je misschien het juiste. Met de juiste intentie, maar op het verkeerde moment en met een verkeerd gevolg. Juist. Snap je? Nederland en andere Europese landen moeten officieel excuus aanbieden. Het gaat mij niet om excuses van Mark, nog Hugo, nog een van die andere witmans. Because I don't give a damn about you. Koning. Het gaat om officiële excuses als de staat, als staat zijnde, voor de misdaden tegen de menselijkheid die je hebt begaan. Juist. En dan is vraag 2. Want je biedt geen excuses aan en zegt... Hé, vervelend dat ik je auto heb gesloopt, dat ik je spullen heb geroofd. Succes. Stap 2 is... Oké, Die excuses betekenen dat je erkent dat je een misdaad hebt begaan. Daarom willen ze hem niet maken, want ze moeten repareren met die ching-ching. Dat is de reden. En daarom werkt mijn hoofd zo, is omdat jij niet doorkomt, moet iemand doorkomen. En dat ga ik dan moeten zijn. Om te compenseren. Er is heel goed in kaart gebracht. Ik bedoel, juist doordat we onze stem steeds meer laten horen, zie je ook dat interesse wordt gewekt. Ja. Dat er ook veel meer onderzoek wordt gedaan. Er is heel goed in kaart gebracht ook welke families en welke bedrijven echt gewoon buiten hebben gemaakt. Ik moest toevallig, afgelopen hebben ze me gevraagd om te spreken bij de Nederlandse bank. Ik word altijd wrevelig als ik die naam hoor, Kitty Kotti, want Kitty no Kotti. Dus ik hoor je. Het is nog steeds ik gebruik die term ook zo min mogelijk. Bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli. Het is me gevraagd om te spreken voor medewerkers van de Nederlandse bank. Het is uiteindelijk niet gelukt, maar daardoor dook ik er wel even in. Snap je? En ik dook erin en ik zeg, hey, die Nederlandse bank, hey, slave money. Begrijp je? De ABN AMRO, Algemene Bank Nederland, allemaal Amsterdam, Rotterdam. Ja. Weet je, dat was de koloniale handelsmaatschappij. Begrijp je? Je hebt zat bedrijven. Het huis waar de burgemeester in woont, hier in Amsterdam aan de Herengracht. Dat was het huis van Paulus Godin. Paulus Godin was een arme chappie ergens, volgens mij Zeeland of zo. Kwam wonen in Amsterdam. Ging zich verrijken met de handel in onze... Niet slavernij, laat me een andere naam geven. Met het kidnappen, het uitroven, het uitmoorden, het misbruiken, het gebruiken, het verbruiken, het herbruiken en mishandelen van onze voorouders. Is daarmee rijk geworden en op een gegeven moment heeft hij gezegd, weet je, ik schenk dit pand aan de stad Amsterdam. Ja. En nu woont de burgemeester van Amsterdam in dat pand. Niet jij of ik of hij of zij, nee, maar de burgemeester van Amsterdam. Dus je kan je afvragen... Ja. Als het gaat over herstelbetalingen, excuses is één. Je hebt het erkend. Oké, wat is the right thing to do? Ten eerste, veel witte mensen denken dat... Witte mensen gaan van, ja, maar ik heb het niet gedaan. Ja, dus ik heb geen schuld. Ik heb het niet gedaan, weet je. Waarom ik dit is zo lang geleden. Ja. Laten we eens dienen met dat is zo lang geleden. Laten we niet hangen in het verleden. Ja. Nee, als je dat vindt, schaf 4 en 5 mei ook af. Gelijk ik bedoel, er is een reden waarom we stilstaan bij het verleden. Yes. 1, opdat het nooit meer gebeurt. Ja. En 2, omdat je gaat me niet vertellen dat er 1 Joodse nazaat is die vandaag gaat zeggen, ja, vergeet die periode. En, weet je, we doen alsof het nooit heeft bestaan. Nee, absoluut niet. Maar het is een business geworden. Begrijp je? We moeten het moet in ons geheugen gegrift staan. Dus dat is het eerste. Dus lang geleden is een bullshit, een flutargument. Ten tweede, witte mensen zeggen, ja, het is niet mijn schuld. Klopt. Het is niet jouw schuld. Alleen je profiteert ervan aan die benefits. Real talk, je bent niet verantwoordelijk voor wat jouw voorouders alles hebben gedaan. Ik kan ook niet zeggen, hey, het is jouw schuld, klootzak. Nee, begrijp je? Niet, absoluut. Maar je bevindt je in een bevoorrechte positie door wat jouw voorouders hebben gedaan. En dan is de vraag, wat is het juiste om te doen? Dus dat. I rest my case. Give back to the people. Ja, man. Ja. Als ik weet dat ik hier zit met mijn cola-stroop in een prachtig glas. En ik zie, jij moet drinken uit je hand. Maar dit glas is niet van mij. Het was van jou open, maar mijn opa heeft het van jou opa geroofd. En op basis van dit glas heeft hij nog meer glazen kunnen maken. Heeft hij een imperium gebouwd. Heeft hij grachtenpanden gebouwd. He, zijn welvaart is gebouwd op een periode die hij de Gouden Eeuw noemt. Maar wat eigenlijk een misdadige koloniale eeuw is. Waarin hij zichzelf heeft verrijkt met het kapot maken. Het uitmoorden van... En mensen begrijpen niet wat dat was, hè. Ik bedoel, je stript iemand van zijn naam, zijn identiteit, zijn goden, zijn cultuur, zijn zelfkennis, zijn historisch besef. Met die zelfkennis verliezen gaat ook verliezen van je zelfwaarde. En vervolgens zeg je, oké, hier, ketenen zijn los, het is oké, we zijn allemaal gelijk. Bullshit. Ja, snap je? Begrijp je? Dus dan is de vraag, wat is het juist om te doen? Ja, ik vind dat racisme niet kan, klopt. Maar ben je bereid om te zeggen, oké, we kijken naar Afrika. Tot de dag van vandaag houden we ze in een koloniale houtgreep en we wurgen ze. Of het nou in Congo is, of maar ja goed, dat is misschien voor een andere doofpot. Hè? Ik denk het ook. Wat is het juist om op dit moment te doen? En ik zeg herstelbetalingen. Ja, toch? Het probleem is, laten we een kleine berekening maken. Je hebt je telefoon daar. Okay? Ai. Hoe zullen we hem benaderen? Laten we beginnen gewoon met salaris, ja? Ze zeggen ze hebben 500.000 mensen hebben ze verscheept vanuit Afrika. Nederlanders zeggen we hebben We weten dat het veel meer zijn. Ze sjoemelen altijd met de nummers in de boeken. Dus je kan ze nooit geloven. Want we vergeten even al die Afrikanen die overboord zijn gegooid. Weet je, er waren altijd haaien rondom scheven met tot slaaf gemaakt. Omdat er zoveel mensen... Weet je, die vergeten we. Heb ik gezien in Gora Island. We vergeten ook eventjes al die tot slaaf gemaakt. Die zijn geboren op de plantage. We zijn over 500.000 verscheept. Maar goed, weet je. We gaan mee in jullie frame. Zijn we gewend sinds onze geboorte? 500.000. Ja? Laten we zeggen dat die 500.000 ongeveer, ik pak hem super minimaal, hè, 20 jaar werkte. Laten we 30 van maken, 30 jaar. Okay, ja? 30. Geen 8-uurige werkdagen, maar van zonsopgang tot zonsondergang. En zelfs als de zon onderging, zeiden soms die slavendrijvers van, hey, de maan schijnt, dus je kan nog verder werken. Ja. Maar laten we zeggen, ze werkte 8 uur per dag. 8 uur? Nee, wacht even. 18 uur, man. Okay. Luister, keer 2, 16. Ja. Dus dan doen we, in plaats dat we zeggen 30 keer 30 dienstjaren, maken we er 60 van. Omdat ze 2 keer zo lang werkt op een dag. You get me? Okay. Nee, want jij gaat uit nu van 16 uur, maar ik zeg 18 uur. Maar hou het schappelijk, 16 uur. Hou het schappelijk. Ja. Dus wat moet ik nu doen? We hebben 500.000 keer 30. Oké, keer 30. Ja, jaar. Is 15 miljoen. 15 miljoen, oké. En dan is de vraag... Dit wordt een lange berekening. Wacht even, dan is de vraag... Ik weet niet of mijn berekening klopt. De economen mogen mij corrigeren. En dan is de vraag... Nee, maar wacht even, 500.000 maal? 30 jaar. Ja. No man, is 15 miljard volgens mij of zo, man. Bro, je kan het getal nu al niet uitspreken. De hele telefoon gaat meteen het bos. Die telefoon gaat zelfs het bos. We zijn er nog niet. Wat is het minimumloon? Nu, no. Net dat minimumloon niet door. Die hadden geen loon. Maar we gaan uit van het minimumloon van nu. Wat is het minimumloon? Nee, wacht even. We waren ZZP'ers. Ja, dus dat is gewoon €25 per uur. €25 per uur, ZZP'ers. Ik hoor je. Zeg, zo. Leuke vergelijking. Maar geef me dat minimumloon, want je maakt ingewikkelder met die ZZP. No, ZZP, zonder zorgen, pampa. Dat is die afkorting. Ik pak de goedkoopste versie. Niet omdat het ons niet waarderen. Zonder zorgen, pik. Dat is die ZZP afkorting. Zonder zorgen, pik. €25 per uur. Laten we zeggen 16 uur per dag. Kom je op 250, kom je op... 3 barkie. Toch? Nee, mijn hoofd is sowieso para. 3 barkie, man. 10 keer 25 is 250 en dan 6 keer 25... is 150, is 450, dus 300. 400. Ja. 4 barkies per dag. €400 per dag. Laten we zeggen 5. Ik weet, het is 7 dagen werken. 7 dagen per week. Laten we zeggen 5 dagen. Oké? Nee, 7 dagen. Nee, 7 dagen. Dat zijn her no day off, nigga. Jij moet volgens mij makkelijke rekensommetjes maken. Dat is het ding. 7 dagen. 7 dagen in de week, G. 2800 in de week. Hoeveel is dat in de maand? Keer 4. Dus 4 keer 8... Bijna 10.000. Hé, deze man komt met bijna 10.000. Oké. Dat is bijna 10.000 in de maand. Hoeveel is dat per jaar? 12.000 en dan... Is 120.000 per jaar. Min 800. 120.000 per jaar. Ja, we maken hem rond. 120.000 per jaar. Ik vind het veel, hoor. Weet je, ik vind het veel. 120.000 per jaar. Maar oké, wat jij wilt, ja? Nee. Anders wordt die irrealistisch voor veel mensen. Laten we een minimumloon maken. Nee, wacht even. Dat is een ideale situatie. We gaan even uit van het minimale. Dat moet ook. Je bent gestript, je bent grof van je konderen. Mag ik op zijn minst gewoon zonder zorgen daar zitten? Je hebt gelijk. Maar laten we alleen al uitgaan van het minimale. Ja? En daarna komen we voor dit. Wacht even. Want het minimale, ik ga je laten zien dat het al niet te halen is. Laten we zeggen, het is een minimumloon 12 barkies, 13 barkies per jaar. Laten we zeggen 13.000. Laten we afronden naar 15.000. Ja? Per persoon per jaar. Dus dan krijg je 15.000 keer 30. Jaar. Wacht even, ik moet weer die even afhalen. Dat is 450.000. Dus 500.000? 15.000. 15.000? Keer 30 jaar. Keer 30 jaar? Ja. 450.000. Oké, doe dat keer 500.000 mensen. Keer 500.000 mensen. 2,25 miljoen. Kijk hier wat het geeft. 2,25 E11. Volgens mij komen er nog 11 getallen daarachter. Ja, inderdaad. Ik weet niet hoeveel, 100 miljard. Oké, dus dat zou zijn. En dat is alleen... Op grond van minimum. Minimum. Ja, 30, niet eens 60 jaar. Ja, 30 jaar. En dit is puur salaris. Van, hé, weet je wat? Jullie hebben deze mensen laten betalen. Jullie hebben ze laten werken. Jullie hebben ze niet betaald. Betaal salaris, dat is 1. En dan hebben we het nog niet eens gehad over... Hey, als je ergens nu een bedrijf zet en je huurt grond, moet je voor grond betalen. Ja, Marincho. Die plantages waren gewoon ondernemingen, dus ze betalen voor die grond. En slachtofferhulp moet komen, want die verdachtingen die hebben plaatsgevonden, die onrechtmatige kinderen die zijn geboren... En dat is de schadevergoeding. En wat gebeurt er als we die berekening maken en ze zouden hem moeten betalen? Dan gaat Europa failliet. Nou, ik bedoel? Ja. En wat er gebeurt met de economische balans is, de zwarte Condris, de Ingis, die gaan daar naartoe. En ook al die andere gebieden. Ik bedoel, de mensen uit India ook hebben ook met kolonialisme te maken gehad. Indonesië, de Molukse. Een heel andere balans. De hele wereld, ja, en dat is een gevaar voor white power. En dat is waarom ze die excuses zo moeilijk maken. Tuurlijk. En de herstelbetalingen daarna zo moeilijk. Mijn advies aan alle broers en zusters: maak je hard voor die reparatie en herstelbetaling. Ga niet lopen tackelen over ja, maar wie krijgt het? Maar dadelijk gaan die blakkamangs het gebruiken voor nieuwe gouden tanden. Bro, is not your business. Dat is iets waar we over moeten praten. Ja? En dan moeten we over nadenken. Want je weet, niggas don't know how to act. Want ik zie some money. Is some shadow. Tuurlijk, met TVK gaan ze alles doen, dat G. Die Rolls Royce Phantom gaat komen met spinning rims, 26 inch. Alles gaat komen, G. Jacob de jeweler. Hey, we trekken alles uit de kast, bro. Er zullen wat broeders zijn die dat doen, maar ik denk dat heel veel verstandig zijn. Ik denk dat de meesten dat gaan doen. Als grondleggers van beschaving denk ik dat we ook hele goede keuzes hebben. Tuurlijk. Ja, sowieso, man. Ja, maar iedereen is even slim, hè? We kunnen niet allemaal dom zijn, man, bro. En niet dat we dom zijn, maar je weet, dom doen. Ja, dom doen is wat anders. Ja. Hey, maar je hebt veel dingen aangekaart, man, bro. Weet je, vooral dat stukje ook, weet je, dat je zegt van, ja, weet je, die herstel en hoe Amsterdam, Rotterdam hebben gebenefit. Je weet toch? Ik weet nog, hè, bro, dat de plantage van mijn voorouders is werk en hoop. Zorg en hoop. Zorg en hoop, sorry. En volgens mij, nee, Zorg en Hoop is een buurt. Je hebt werk en hoop. Het is zomaar interessant. Ik ben niet in Suriname. Nee, maakt niet uit. Ik weet het eventjes ook even nu niet. Want je weet toch, er gaat zoveel door me heen, bro. Maar de eigenaar van die plantage was Benjamin van Jamin. Dus het suiker die werd geteeld op die grond, ging naar Rotterdam. En vanuit daar werd het geëxploiteerd naar de rest van Nederland. En naar al die andere filialen. Omdat daar was het de fabriek waar de snoepjes ervan werden gemaakt. Dat was waar mijn voorvaders, en luister bro, mijn oma is van 1898 bro. Ik ben een nakomelingetje, dus ik lijk dan super oud als je dat hoort, maar ik ben echt een nakomelingetje, je weet toch? Okay. Mijn oma is van 1898, zij was nog een dochter, als je denkt dat 1863 slavernij was afgeschaft in Suriname. Ja. Tot 73 doorwerken. Ja. Precies, van een slavin. Zij heeft dat ook meegemaakt, want die slavernij ging gewoon door. Op papier was het wel afgeschaft, maar in de praktijk nog niet. Ik heb dit soort verhalen van mijn oma ook gehoord inderdaad. Want mijn overgrootmoeder was ook slavin. Snap je nou wat ik bedoel, bro? Het is niet zo lang geleden. Dus het is niet zo lang geleden, begrijp je? Het is 3 oma's, bro. Snap je bedoel? Voor mij is mijn oma al was daar het slachtoffer van. Haar moeder nog erger. Maar het punt is dat Jamin gaat zich dan verrijken. En dan kom ik later te wonen in de Van Waalstraat. En naast mij is Jamin en als kleinkind koop ik daar mijn snoepjes. Not knowing. Eigenlijk dat ik zit te kijken naar een bedrijf waar ik eigenlijk een heel groot aandeel in zou moeten hebben. En dan soms heb ik me wel eens gewoon afgevraagd van, ik wil het eigenlijk, het moet gecompenseerd worden of zo. Ik ga het halen. Ik zeg je real talk, man, bro. En dit is misschien die andere kant van Tupac, hè. Snap je? In mij, die zit in ons allemaal, snap je? Misschien moet je van die groeps op je neven nu connecten en we lopen nu naar de eerste beste Jamin. Bro! Ik ben down, man. Nee, maar bro, is niet eens Jamin. Ik wil gewoon naar die eigenaar die misschien ergens zit. Ja, maar die kennen ze niet in die winkel, hoor. Je weet toch van, hé, Ben, nog wat. Jamin. Niet Benjamin, gewoon Ben Jacob. Zo, hey Ben Jacob, luister goed wat ik je zeg, bro. Dit stukje grond komt je bekend voor, toch? Unet takmoro. We gaan niet veel praten, maar inleveren. Dat gaan we doen, brother. Echt, G. Nee, gewoon echt lach. Die gedachtegoederen hebben... Die hebben een factuurtje. Echt, die gedachtegoederen hebben heel vaak door mijn hoofd gezweefd. En ik weet gewoon dat meerdere mensen zo op straat rond hebben gelopen en lopen. De dag van vandaag nog steeds. Dus omdat een stukje onrechtvaardigheid is gewoon nog niet verrekend, gecompenseerd. Weet je? Het is niet genezen. Dus we lopen met die issue nog rond, snap je? En veel mensen denken ook van, weet je, ja, jullie willen gewoon snel, makkelijke manier om... Nee, bro. Je bent lui, maar het is... Het is essentieel. Ik zie het gewoon ook om me heen. Dat bijvoorbeeld nu met de problemen op de huizenmarkt. Snap je? Mm-hmm. Je ziet gewoon dat mensen waarvan de ouders al huizenbezitters waren, dat die een voorsprong hebben. Snap je? En het zijn gewoon mensen, hun ouders waren huizenbezitters, omdat hun ouders huizenbezitters waren. Juist. Omdat hun ouders huizenbezitters waren. Omdat die geld hebben verdiend met iets wat ze misschien geen geld mee hadden moeten verdienen. Ja. Snap je? Mm-hmm. Dus je kan niet stellen dat hetgeen dat overgedragen wordt of dat je erft, dat weet je, mensen, je hebt gelijke kansen, maar we hebben geen gelijke start. We hebben geen gelijke start. Dat heb je echt heel mooi gezegd, man, bro. Dat is het. Je staat gewoon achter, weet je, 10-0 achter. En ze verwachten dat jij... En je moet ook nog harder werken, ook nog. Juist, dus je moet ook nog die andere man voorbij. Juist. Dus je bent nog niet daar wanneer je op één gelijke level bent. Je moet hem voorbij, want anders ziet hij je niet. Ja, juist. Plus, weet je, die race, die atletiekbaan. Weet je, de ene atletiekbaan is gewoon recht en de andere atletiekbaan is krom. En er liggen wat haaien, wat berenklauwen op, wat spijkers, wat punaises. Opeens zie je een blok. Hè? En die blokken zijn discriminatie op de arbeidsmarkt, discriminatie op de woningmarkt, etnisch profileren van de politie, racisme in het educatiesysteem, racisme in de media. Gewoon, daar moet je overheen. Ja. En je bent al mank begonnen aan een race en jouw startlijn was een stukje meer naar achteren. En dan zeggen ze, ja, maar we hebben toch allemaal hetzelfde traject. Gelijke kansen. Sterker nog, je hebt maar één voet. Snap je? Je hebt één voet, begrijp je? En daarom, wat mensen soms niet begrijpen, van ja, weet je, witte mensen maken ook moeilijke dingen mee. Dat klopt, maar als ik ren met één manke voet, ja, en half blind, ja, en jij krijgt een duwtje, maar je hebt goed gegeten, je maag is vol, je bent goed afgetraind, je kan die push hebben, ja. Diezelfde persoon, dezelfde leeftijd als jou, krijgt die push en die raakt uit balans en die valt. Ja. En dan daarom kan je nooit stellen, hey, gelijke behandeling is genoeg. Nee, je moet gaan nadenken, hoe compenseren we dat wat krom is gegroeid, scheef is gegroeid vanuit het verleden. Ja. Oké, man, heren, we gaan eventjes een kleine snelle, je weet toch, smoke break, plas break, inschink break, eventjes inlassen en we komen zo weer terug, man. Love, de Doofpot, de podcast van de straat, met elkaar praat of eens. Once again, we back in the building! We zitten hier met Kunta, Shockwave. Je weet zelf of je weet helemaal niks. Shout-out naar mijn partner in Shine, Arius. He's in the building. Ik wil een shout-out geven van Akhnaton. You know, for making us look so good every time we come here. Yes, sir! Doofpot. Ja, man. Hey, broeders, is er iets wat we nog even moeten aansnijden, man? Ja, man. Talk to me, man. Deze guy, he got a lot of issues, man. He got a lot of shit to talk about, so... Tuurlijk. Ik wil met jullie praten, man. Ja, praat met me, bro. Talk to me. Over het N-woord. Ik heb jullie het een paar keer horen gebruiken. Ja, yes, sir. Ja. En ik vraag me af, twee zulke intelligente, welbespraakte broeders... Ja. En in mijn optiek ook historisch bewust. Jij, weet je, zowel als jij. Ik bedoel, deze broeder, ik weet nog... een van die, ik zong hem net. Hoor aan Migrida Kantela, wat ik dat 30 mei. Weet je, over de opstand op Curaçao op 30 mei. Dus ik vraag me af, wat maakt dat jullie ervoor kiezen om het N-woord te gebruiken? Het woord neger of nigger. Wat in mijn optiek niet alleen een woord is, maar onderdeel van een concept bedoeld om mensen van Afrikaanse origine te ontwortelen. Het is een woord bedacht door witte mensen, voor het eerst verschenen in het Nederlands woordenboek in 1644 om te refereren naar de lading van een schip met tot slaaf gemaakt. Dus I'm not putting you on the spot. Nee, maar als een brother wil ik gewoon weten wat maakt dat jullie dit woord ervoor kiezen om dit woord te gebruiken om te refereren. Ja. Dat is zulke mooie, krachtige Afrikanen. You wanna go first? Ik ga eerst eventjes hierop inspringen. Okay. Ik ga nog eventjes wat toelichten aan het woord nigger. Okay. Als je het woord nigger gaat pakken en je gaat het decoderen naar numerieken, dan krijg je het getal 19. 19 staat gelijk binnen de kennis van de numerologie aan Satan. Dus het woord nigger eigenlijk met de intentie om iemand negatief aan te vallen, correspondeert direct met die numerologie. 19 gekoppeld aan Satan, gekoppeld aan duisternis, gekoppeld aan rajim, vervloekt, gestenig, verworpen, weggestuurd. Dus inderdaad, Het is een hele negatieve, duistere term om te gebruiken, waarmee je het licht in jezelf, de positieve energie in jezelf, eigenlijk aanvalt en degradeert tot een level waar je eigenlijk niet thuis hoort. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is het porren van het bewustzijn van de negativiteit, hoe we worden aangesproken, met als bedoeling om jou te doen blijven beseffen, elke keer dat we je aanspreken, dat wij in die positie worden geplaatst terwijl we daar niet thuis horen. So you better step up and represent, my G. Ik snap die tweede niet. Die tweede snap ik zelf heel goed. Ik snap wat je daarmee bedoelt. Zeg je daarmee dat... ik probeer jouw bewustzijn, jouw besef... Dat je het woord gebruikt, ja? Om mensen wat te laten beseffen? Ik probeer jou als mijn eigen broeder te beseffen, te doen realiseren... dat het woord waarmee wij zo negatief aangesproken worden... dat wij ons daar niks van moeten aantrekken... en we bespotten het door middel van het te herhalen... maar tegelijkertijd om je die push te geven... om jou te doen laten shinen als de king die jij bent, bro. Dat is hoe ik het bedoel. Ja. Okay. Hoe het overkomt, je weet toch, is weer wat anders. Want niet iedereen zijn begrip is hetzelfde. En niet iedereen heeft dezelfde kracht en bezieling in zijn stem... en in zijn bezieling zelf, in zijn lichaam... om wat hij zegt te doen, laten overkomen met gevoel. Snap ik bedoel? Ja, sommige mensen kunnen gewoon gevoelloos iets zeggen... zonder te beseffen wat ze zeggen. Maar als iemand met een bepaalde kracht, innerlijke kracht, iets zegt... dan gaat het doordringen tot en met in je botten. Ja. Dus ik bedoel het totaal niet negatief... al is het wel een negatief woord... Maar ik snap waar jij vandaan komt. Ik probeer niks goed te praten voor mezelf. Let's get this straight. Ik sluit me 100% aan bij wat je zegt. Ja, ik ook, man. En ik zeg je nog van, hey, toch, ik kan nog zelfs iets eraan toevoegen, bro. Vanuit de numerologie. I'm with you. Die term is gewoon zo dusdanig geïntegreerd in mijn systeem... dat ik je eigenlijk probeer te doen laten beseffen... dat te alle tijden... hoe wij ook worden bestempeld, wij dat nooit moeten accepteren van buitenaf. Wij onder ons kunnen onze fatsoes breken. Maar vergeet nooit dat je de king bent die je bent, man, bro. Ja, ik vind het leuk. In the building! Ja, maar ik wil geen gelijk hebben. Want niemand heeft gelijk hierin, snap je? De waarheid is waarheid. Maar je spreekt recht. Ja, en ik bedoel, je kan je gedachten erachter hebben of waarom je het gebruikt. Maar dat komt niet tot uiting op het moment dat je het woord gebruikt. Begrijp je? Die gedachte of die energie of die kracht of die uitdaging die er nu aan geeft, komt nu tot uiting. Wat die young cats horen, zoals al die jonge rappers, die nemen gewoon eigenlijk de koloniaal over. Die reproduceren het en het draagt bij. Of je het nou met wat voor energie of wat voor intentie ook gebruikt. Want ik heb het niet over intentie. Intentie is één. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste broeders die zichzelf nigger noemen, nobele intenties hebben en het met de beste bedoelingen doen. En het ook gebruiken als mijn broeder. Dat is het. Ja, begrijp je? Maar de realiteit is... De realiteit is dat het bijdraagt aan de ontworteling van mensen van Afrikaanse origine. Zo is het bedoeld. En hoe meer we het blijven gebruiken, hoe meer we die onderdrukkende white supremacist mechanismen in stand blijven houden. Dus daarom, weet je, het is niet als aanvallen. Nee, en ik hou van jullie. We leren elke dag, we leren ook van jou. Maar als de Kunta die ik ben... zie ik het ook als mijn fundamentele taak en rol en plicht om het erover te hebben met ons. Als broeders aan tafel. Vanuit liefde, respect en vanuit de gedachte dat wij de kracht hebben om onszelf te ontwikkelen tot wat we moeten zijn. Want we waren geen niggers voordat witte mensen wisten dat we bestonden. Kings and queens. In Afrika wonen er geen groeperingen die niggers heten. Je hebt de Yoruba, je hebt de Ewe, je hebt de Mende, je hebt de Ashanti, je hebt de Fulani. En ze kan nu gewoon een tijdje doorgaan, maar niggers waren geen niggers. Niggers ontstonden toen witte mensen dachten dat wij geen waarde hadden. And they were wrong. Ja. Maar dat is het punt, dus ik ben het totaal met je eens. De building! Ja man. Heel moeilijk. Hey, even een box voor drie. Even een box voor drie. Ja man. Gruwelijk man. Nee, ik ben het ook met je eens, absoluut. Ik heb hier ook ingedoken natuurlijk. En ik weet van mezelf dat ik het af en toe ook gewoon gebruik, het woord. Maar ik bedoel het inderdaad als een king of queen. In mijn perceptie is het een geuzennaam geworden, voor mij. Omdat ik opgegroeid ben met hip-hop. En wij hebben het woord nigger altijd een positieve... Nee, niet altijd, maar het heeft een bepaalde positieve lading als je het onderling hebt met je broeders erover. Maar de andere kant is inderdaad dat het bedoeld is als een negatief iets. Juist. Alleen, we hebben het geswitcht, hebben het positief gemaakt. Dus het is een geuzenwoord geworden. Maar ik sluit me ook aan bij het idee van de jeugd. Die neemt het klakkeloos over. En die degradeert zichzelf daarmee inderdaad. Dus het is twee kanten, man. Ik vind het moeilijk. Ja. Aan de ene kant, je hebt 100% gelijk. Aan de andere kant is het ook in hiphop is het toch gebruikt als een geuzennaam. En vanuit dat gevoel gebruik ik het af en toe. En ik zeg het ook niet tegen mensen. Kijk, als iemand die ik niet ken zomaar op mij afkomt. Hé, nigger, dat zou kijk ik me ook aanvallen. Dan, is het wel die dan krijg je wel die official gorilla pimp slap. Precies, dat is dus die intentie is dan anders, weet je. Maar als ik met mijn broeder zeg, hey, fuck jou, nigger, je mag grappen, dit, dat. Hij weet dat ik het positief bedoel. Hij weet van, hij bedoelt niet negatief. Maar eigenlijk weet hij dat niet. Ik denk dat het gebruik... Mijn broeders weten het wel. De broeders waar ik dat mee zeg, die weten het. Want die weten al deze kennis waar we het nu over hebben, hebben zij ook. Het zijn geen domme jongens. Ja. Maar onderling breek je fatsoen. Net als hoe een Hollander misschien tegen een Mattie zegt... Hey, jij bent echt een klootzak, man. Je bent echt een klootzak, weet je. Bro, toen ik in Nederland kwam en iemand zei dat tegen mij... Ik wilde meteen vechten. Want ik, hoe bedoel je klootzak? Dat is een scheldwoord, toch? Hm. Maar toen begreep ik later van nee... In hun taal, in Nederlanders vinden dat gewoon... Het is niet zo zwaar als hoe ik het zou zien. Klopt. Maar nog steeds is het niet goed. Maar het N-woord, ik bedoel... Heeft een andere lading, I know, geen close, I know. Ik bedoel, hoe denk je dat je voorouders... Die ze hebben gestreden voor je. Ze hebben geleden voor je. Ja. Hun botten zijn kapot geslagen, hun body, hun hoofd van hun... Ik ben het met je eens met dat stuk. Ik ben het met je eens. Die dingen weet ik allemaal. Ze hebben gestreden, geleden, zijn gestorven om geen niggers te zijn. I know. En nu lopen wij rond met die vrijheid die we dankzij hun hebben. En dan noemen we onszelf wat zij graag niet... Wat zij niet willen. Truth. Ja man, zeker man. Real talk man. Dat is real talk. Heren. Ik zeg het je echt eerlijk man. Vanuit Akhnaton, je weet toch, er is een volgende groep die zeg maar moet komen aansluiten. Ik vind het hartstikke... Erg broos, want we moeten die tory echt gaan afronden nu. Je weet toch, en... Dit was deel 1, hè? Dit was deel 1, we zijn nog niet klaar. Stop. Bro, reparations bro, Black Power, niemand heeft ons gedaan. We're talking now. Nee, ik kan wachten, man. Maar luister, even nog. Zwarte Piet, we krijgen 5 december krijgen we weer die shit. Hoe ver staat de ontwikkeling nu? Ik zag een artikel in de krant, dat we dus 10 jaar verder, kick-out Zwarte Piet. Die boy was nog op tv, geloof ik. Hij zei nog van ja, ik ben blij dat we deze stappen hebben gemaakt en dat we nu toch bewust zijn. Want Zwarte Piet is commercieel gezien, is het failliet. Je ziet het niet meer in de grote warenhuizen. Je ziet nu overal proberen ze roetpieten. Er is nog steeds een harde kern van mensen in Nederland die nog steeds vasthouden eraan. Maar als je nu kijkt... zijn we toch een stukje opgeschoven. Want er is ook iets meer begrip, heb ik gezien... vanuit de kant van de mensen die voorheen riepen... Nee, Zwarte Piet, de ceremonie, dat kan niet. Jullie zijn gek. Jullie... Maar nu zegt ze, ja, inderdaad. Ik heb nagedacht en inderdaad, het klopt niet. Dus ik ben ook tegen Zwarte Piet. En wat zeg jij, Kunta? Er is iets meer begrip en bewustwording, inderdaad. Het was eergisteren 10 jaar geleden... Dat bedoel ik. Dat onder andere mijn broeder Kane en ik... en nog 2 andere broeders en zusters... op het Leidseplein stonden en gearresteerd werden. Dat was een van de... eerste keren, zeg maar, in de 21ste eeuw. Ja. En ik kan zeggen, iedereen was gearresteerd, behalve ik, hè? Ja, dat doe je goed, man. Ik liep weg met de Ajax, voor de mensen die het begrijpen. Maar dat doe je goed, weg. Ik denk dat het bewustzijn is geprikkeld, weet je. Dat je hard maken voor verandering heeft zin. Maar ik denk dat we er absoluut niet zijn. Nee. Het feit dat we roetveegpiet hebben... Roetveegpiet is Zwarte Piet light. Is bullshit. Weet je, als je ervan overtuigd bent dat racisme verkeerd is, dan schaf je racisme af. Je gaat hem niet proberen af te bouwen. Minder smink maakt iets niet minder racistisch. Ja, maar... Jij zegt, je kan niet afbouwen, maar je zit in een traditie van honderden jaren. Ja, maar wacht even. We kunnen ook niet een stukje van een hakenkruis wegdoen en zeggen van, ja, oké, maar zo mag je wel, toch? Nee. En op het moment dat we... Ik snap wel die roetvegen. Dus op het moment dat we alternatieven denken nodig te hebben om iets in stand te blijven houden, dan doen we... Precies het begin van het gesprek. Het gaat om het centraliseren van de gevoelens van witte mensen. Dus we maken hem... We hebben een alternatief nodig. Terwijl jij weet, het is bullshit, dan stop je ermee. Dus ik zeg, weet je, er lijkt een kentering te zijn. En er worden inderdaad stappen gemaakt. Maar tegelijkertijd, vergis jullie niet hoor. Dat stukje smink dat minder is, dat is zo terug. En ik heb genoeg van die roetveegpieten waar veel van die bledden zich hard voor maken gezien. Die zijn gewoon met diezelfde pruik, met dezelfde volle lippen. En alleen het neusje is iets minder zwart. Dus ik denk, we moeten hard blijven gaan. Ja, ik denk tot dat de laatste Zwarte Piet gewoon... We zijn er nog niet. We zijn er nog niet. In de building! Shockwave, wil je nog een shout-out geven, man? Big up aan al mijn broeders en zusters die luisteren naar de Doof Podcast. Y'all already know what time it is. Kane and nobody else. It's your boy SHOCKWAVE. Bringing trouble to this city. Yes, sir. En my man, Kunta, wil je nog een shout-out geven, bro? Shout-out naar iedereen, aan al mijn broeders en zusters. Alles daartussenin, alles daarboven, alles daaronder. En Black Power is always the message. In the building! Ik wil een shout-out geven aan mijn partner in Shine. Arius, Akhnaton, Dre, what's good? We still in here. Represent, 200%. Ik wil een shout-out geven aan Valentin, Binel. Ja, ik zie je maar, homie. Ik wil een shout-out geven aan mijn boy Mikey. Yes, we in the building! Martijn, was good? Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere. En check jullie, de doofpot.nl website is 5 december online. Bestel je tickets voor 27 december. Dan hebben we publiek hier. Gaan jullie de shit checken, man. We gaan uitbreiden. Corona of niet. Gevaccineerd of niet. Love us. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Doe het eruit, hè? Ja, ik kan net spitten, man. Fuck up. Spit dan, spit dan. Spit snel nog eentje. Gooi eentje erop. Nee, nee, die camera is uit. Ah, shit. Testing my mic. 1, 2, 1, 2. A 1, 2, 1, 2, a 3, 4, 5, 6. Boogie the type of nigga that pop 4, 5 clips on any squad thinking I won't. All I do is catch bricks. I'm raised by the hood, get done know. Live life like Rambo, survive any bumble. Glad team speed more than one floor. Deadly combo, call me Umbo. Move in my gun blow.